Illuminati, a secret society do exist. Illuminati, Illuminati, a secret society do exist. Hou er wel rekening mee dat als jij verplaatsingen doet, dat er ruimte moet zijn. Als ik bijvoorbeeld deze groep, en ik weet niet waarom, maar voor het voorbeeld, hierheen wil verplaatsen, en dan zie je al dat deze twee elkaar drukken of over elkaar heen gaan liggen, dat kan niet. Dus dan zal ik hem op een andere manier moeten verplaatsen. En dat werkt dus ook als je een groep aanvalt en die komt in jouw structuur. Als dingen niet passen, ja, dan moet je ze eraf laten vallen. Want je mag wel altijd gratis dingen eraf laten vallen. Dat zijn de drie soorten acties. Dan gaan we naar acties. Of heb je onbeperkt gratis acties? En die mag je een beetje door elkaar heen gooien, hoor, de acties en de gratis acties. Wat zijn gratis acties? Je mag gratis altijd een groep zeggen, ja, ben ik klaar mee. En dan laat je hem los en dan gaat hij weer in de uncontrolled groep. Helpen in een actie, of helpen in een aanval of verdediging met jouw geld of transferable power, dat mag ook altijd. En je mag ook altijd geld weggeven of kaarten. Dus deze kaarten mag je aan spelers geven. En dat kost ook niks. En geld wat je weggeeft gaat altijd naar de hoofdgroep van een speler. Dat zal niet zo vaak gebeuren, maar soms kun je door iemand te helpen jezelf in een gunstigere positie brengen om vervolgens zelf een genadeklap uit te delen. En het gebruiken van zulke speciale kaarten, dus het spelen, is ook. Dan heb je in stap 5 dat je nog 2 keer gratis geld mag sluizen. En dat werkt op hetzelfde principe als dat je het in een actie gebruikt. Je mag geld 1 stap voor de verdediging. En de laatste is de speciale kracht gebruiken, maar die, ja, nogmaals, ze hebben het in 6 stapjes opgesneden, maar eigenlijk gebruik je die speciale power al tijdens het spel zelf, want de meeste werken. Zoals deze geeft een +2 op de aanval, en deze heeft dan wel iets wat je aan het einde van het doen, je mag aan het einde van je beurt, mag je met de Bermuda Drengel gratis al je groepen zo neerleggen, zoals jij dat wil. En sommige werken al de hele tijd. Dit spel is natuurlijk zoals coöperaties zijn. Dus je kunt elkaar treiteren, je kunt maar etteren. En je gaat deals ook met elkaar sluiten. Zeker met meerdere spelers. Dan zeg je van, nou, bijvoorbeeld als jij mij nu helpt, krijg jij volgende beurt van mij 10 megabucks. En hij helpt jou. Moet je hem dan 10 megabucks geven? Nee. Hij is gewoon dom, want hij heeft je blind vertrouwd. Als je meteen oversteekt, kijk, ja, dan houdt het op. Maar als jij zegt, help me nu, dan geef ik jou volgende beurt dit, dit en dit. Dan is er niks in het spel wat jou verplicht om dat ook daadwerkelijk te doen. Ik adviseer je om dat soort deals niet te vaak te doen, want dat krijgen mensen door. En dan gaan ze nogal op je inhakken en dan zul je het niet lang overleven. Het voorlesje zal nooit doodgaan, want je houdt altijd je hoofdgroep. Alleen als je constant weggemaaid wordt aan alle kanten, dan wordt het wat lastig. Ik zou de artifacts nog even uitleggen. Een artefact werkt op hetzelfde als de groepen. Je kunt dezelfde aanvallen erop doen. Het enige verschil is, wat ik al zei, hij heeft geen pijlen. Hij komt niet in je structure, hij komt erbij. Ze hebben een speciale eigenschap en die kun je gebruiken. Staat keurig op de kaart. Het is allemaal Engelstalig overigens. Hij is niet in Nederlands, zoals Munchkin ook een Nederlandse uitbreiding heeft. Het is allemaal Engels, maar het meeste is toch heel simpel in getalletjes. En spreekt redelijk voor zich. Hoe werkt een artefact in een structure? Zoals ik al zei, hij zit niet in de structure, maar hij telt wel mee voor het aantal groepen wat je controlt. Dus voor je eindgoal. En als je hem aanvalt, telt hij als direct naast jouw hoofdgroep. Dus hij krijgt de 10 plus 10 op zijn verdediging van iemand die gelijk met een pijl vastzit aan jou. Het inkomen wat op zo'n artefact staat, in dit geval Midas Mail. Nou ja, we kennen allemaal koning Midas met zijn gouden vingertjes. Komt niet op de artefacts, maar dat komt op jou, op de hoofdgroep dus. Dit zijn eigenlijk gewoon, ja, hele fijne items die jou boosten met aanvallen, weet ik het wat, extra inkomen. En ze zijn gewoon lastig van elkaar af te pakken. Hele leuke toevoeging aan het spel. En dat is hoe het gespeeld wordt. Degene die als eerste zijn basic goal of speciale goal voor elkaar heeft, wint het spel. En ondertussen ga je lekker elkaar aan. Illuminati, ik vind het een heel erg gaaf spel. Wat ik vooral erg leuk vind is de artwork en de verschillende groepen die je hebt. Je hebt de Boy Scouts, Recyclers, Pentagon, New York, Professional Sports. En er zitten ook groepen bij die, nee, ja, de Fast Food Chain. Nou ja, de Tobacco and Liquor Companies.
En dan zie je allemaal handen die snoep geven aan kinderen en ondertussen ook een sigaret aansteken en drankje in zijn cola doen. Dat soort politieke humor zit heel erg sterk door het spel heen verweven. Dat maakt het gewoon erg leuk en daarnaast ziet het er gewoon leuk uit. Met een paar expansions heb je gewoon zoveel kaarten dat je het een heel vaak kan spelen voordat je denkt, oh, die kaart heb ik al zo vaak gehad. Het is natuurlijk gewoon leuk. Je gaat de power structure op. Je kunt elkaar op allerlei mogelijke manieren etteren. Er zijn tal van tactieken die je erop los kan laten. Ik vind het gewoon een heel leuk spel. Het is redelijk eenvoudig en het speelt zichzelf. Er zijn een paar Illuminati-groepen die iets sterker zijn dan de rest. Bijvoorbeeld de Gnomes of Zurich. Want die hebben bijvoorbeeld als voordeel dat zij onbeperkt geld mogen verplaatsen door de structure. En dat is een eigenschap, ja, dat is heel machtig. Want soms is het gewoon echt heel lastig om je geld op de juiste posities te krijgen. Want dat kost je allemaal acties. En dat is bij die groep een voordeel, maar voor de rest is het redelijk gebalanceerd. Tof spel, ik geniet er elke keer weer van. Vooral met veel spelers is het leuk. En het mekaar treiteren is natuurlijk ook gewoon een lekker element in het spel. Het krijgt van mij daarom ook 7. Illuminati, a secret society do exist. Illuminati.